Het is koud, de trainingsvelden zijn bevroren en dus traint de selectie van SC Heerenveen vandaag, net als afgelopen maandag, in het Abelenstra Stadion. Was het een beetje te doen met de kou? Ja, met de kou op zich wel. Ik bedoel, daar moeten we gewoon mee om kunnen gaan. Maar sommige stukken van het veld die zijn echt nog keihard. Ja, dat zal morgenavond ook zo zijn. Misschien nog wel harder, want het wordt alleen maar kouder. Ja, misschien wel. Ik weet niet of de veldverwarming al 100% aanstaat. Maar als het zo hard blijft, ja, dan is het wel lastiger. De wedstrijden volgen elkaar in een rap tempo op. Het bekerduel tegen Vitesse is nog maar net achter de rug. Of de competitiewedstrijd tegen Rode JC staat alweer voor de deur. De derde wedstrijd binnen een week. Heb je nog last van de vermoeidheid of valt het wel mee? Nee, valt op zich wel mee. Ik bedoel, het is wel een lekker ritme, wedstrijden, herstellen, wedstrijden. Dus je komt weinig aan trainen toe, maar goed, dat vindt niemand erg, denk ik. Ja, jij vindt het wel lekker, maar merk je ook dat er mensen zijn in de groep die het hebben van oké, pijntjes, vermoeidheidsklachten? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen heeft wel pijntjes. Maar goed, dan moet je door erbij en dan moet je gewoon mee omgaan. En de resultaten zijn ook goed, dus dan is het ook nog wat beter. Het vertrouwen is momenteel groot bij Heerenveen. En dat komt niet alleen door de 3 overwinningen in 2012, maar ook door het goede spel. Heerenveen voetbalt goed en raakt niet in paniek bij een achterstand. In het begin waren we nog wel eens, kwamen we nog wel eens in paniek, maar dat tegen Vitesse niet. En we bleven gewoon ons eigen spel spelen en we wisten dat we altijd scoren. En we hebben gewoon afgewacht en uiteindelijk hebben we gewoon die wedstrijd gewoon goed gewonnen. Eerder dit seizoen won Heerenveen in Kerkrade met 2-1 van Rode JC. Al ging dat toen zeker niet gemakkelijk. Rode JC is altijd een stugge ploeg, denk ik, waar moeilijk tegen te spelen is. Ook omdat ze een 4-4-2 spelen natuurlijk. En Roda is natuurlijk vooral thuis sterk en ik denk dat het uit nog wel minder is. Ze zijn goed bezig, ze winnen van AZ. Je weet dus wat je te wachten staat, denk ik. Ja, zeker. Ik denk, we moeten gewoon ook niet te veel naar Roda kijken. Ik bedoel, ik denk dat hun meer bang zijn voor ons dan wij voor hun. Maar we moeten gewoon ons eigen spel spelen en dan moet het wel gewoon een overwinning worden. Ja, als laatste nog even, weet je hoe het met Ramon Sommer is? Ja, ik geloof dat hij alweer thuis is en dat het alweer beter gaat. Dus gelukkig. Voorlopig zal de verdediger rust moeten houden. En dat betekent dat Arnold Kruiswijk, net als afgelopen weekend tegen FC Utrecht, in de basis begint. Ik heb vorig seizoen natuurlijk ook al veel met hem gespeeld. Dus, Jullie kunnen elkaar goed vinden. Jullie begrijpen elkaar uitstekend. Ja, zeker weten. Dus dat is geen probleem.